deze mannen doen het echt rustig aan tijdens de training. Thank you.
Kelder! Dank u!
Ik ben natuurlijk allemaal hartelijk welkom hier op deze 15e editie van de Classic TT Glamsbergen. Zo we dat noemen dan. Hartstikke mooi dat we natuurlijk in de zorgende vertaal hier gekomen zijn. Ik ben natuurlijk ook de aanwonenden hartstikke dankbaar dat ze altijd weer meewerken. Om gewoon belangeloos toch een vrije beschikbaar te stellen om dit evenement te onderbrengen. Daarvan onze hartelijk bedankt. Natuurlijk wil ik deze TV-overleving alle coureurs die vandaag hier aanwezig zijn, hartelijk welkom weer. Super mensen, dat je allemaal deze hier aanwezig bent. Maar je hele leven doet natuurlijk weer. We komen nog aan het heen. We hebben hier de jonge man, Ruud Stijn. Dat is een jonge coureur die werkt in het stamboekschap van Spanje. Nee, dat is niet helemaal goed, hè. Je leeft in het Europese stamboekschap. Ja, in Spanje weet ik ook niet zo thuis. En die VNO-regering gaat gewoon jonge coureurs als Ruben financieel ondersteunen om dat mogelijk te maken. Heel veel van jullie zijn al donateur. En ik zie iedereen aan kijken hoe kan ik ook een donateur worden. Kijk, dat kan allemaal. Maar dat is voor mijn grootje. En dat doe je al wat. Dus. Ik heb natuurlijk ook een heet, die heb ik nooit geleerd. Ik heb natuurlijk veel lust aan speciale gasten gedaan. Theo Vuilman. Ik ben natuurlijk een fantastische kleur, een hele grote. Het is de enige kleur uit Nederland die het gepresenteerd is om op één dag tijdens de kritie vandaag tegen op het podium te staan. Theo de Vijf Goed, tweede in het 3-0, dan de tweede in het 2-0. Oké, nou, heel erg. Super. Een Noord-Born. Noord-Born, helaas. Ja, niet zo'n motor, want dit is de motor waar hij op zit. Maar Jack Middelburg, een groot jongen Jack, de man die veel te vroeg van de natuur afgenomen heeft. De TT in Assen, die heeft een chat van mij gewonnen heeft, dat is deze motor. En ik mag wel zeggen, Theo, je hebt hier vandaag wat mee rijden. Dus, uniek materiaal, unieke coureurs hier aan de stad in Glamsbergen. Dus zijn we trots op als organisatie. Ik wil graag nog even, Theo. En onze wedderloos, die kreeg het, de heer Brugman, de nieuwe wedderloos van de gemeente Harderberg, onze fantastische sportieve gemeente. Zo kun je hem volgen voor het officiële woord. En zullen dan Ruben een duwtje in de rug geven voor een goede toekomst. En hier het woordje aan de heer van de wedderloos. Ja, dat mag wel. Ja, dat mag wel, Petrus. Mooi dat iedereen hier aanwezig is, zowel deelnemers als natuurlijk mensen aan de kant. Voor de 15e editie van deze Classic TT. Bijzonder evenement. Dank voor de uitnodiging, zeg ik ook aan de organisatie die ook het gemeentebestuur hiervoor voor uitnodigen. Een evenement waar toch duizenden mensen op afkomen. Bijzonder is dat. Zeker omdat als je hier terrein oprijdt, geen entree betaald hoeft te worden. Ik zou zeggen, koop dus vooral nog wel programmaboekjes om ook het evenement staande te houden wat dat betreft. Traditiegetrouw, de Classic TT plaatsen op zaterdag voorafgaand aan de echte TT. Dat is al wel echte TT. Daar is ook een circuit wat altijd gereden wordt. Hier natuurlijk een circuit wat één dag per jaar gereden wordt. Wat dat betreft, de weken hebben we het al even gehad. We komen nog wel een keer op terug. Wel is het zo hè, dat jullie officiëren dit op bestaande wegen. Ik zeg vanaf ook wel prachtig om te zien dat jullie dat zo communiceren richting omwonenden, buurtbewoners. Geen klachten, mensen zijn coöperatief van de kant. En dat is ook zeker een compliment waard hoe jullie dan gaan met de communicatie. Eveno Racing, de organisator van de Racing zelf ook. Talenten wil ondersteunen. Wil steunen, dat gaan we soms ook in de letterlijke zin doen. Om eens even een duwtje in de rug te geven voor jonge talenten, nieuwe talenten. Die op deze wijze misschien toch extra geholpen worden om te proberen natuurlijk de top van de sport te bereiken. Niemand minder ook aanwezig dan Theo Bulls. Ik denk dat je de enige bent die het ook gelukkig is om op 1 of 2 podiumplaatsen te halen in de TT van Assen. Inderdaad een applaus voor Bart. Je hebt als speciale gast vandaag ook een hele speciale motor bij je. Die gaan we zo meteen ook in actie zien begrepen. Dus dat is zeker te kijken waar dat ook betreft. Ik ben benieuwd of die prijs of deze motor vandaag ook mee voor de prijzen. Het gaat ons niet om de snelste tijd, maar wie het meest constant over het parcours rijdt.
misschien goed om dat wel even bij te noemen. We spannen niet langer opbouwen, zo meteen gewoon gaan beginnen met de race. En ik zou zeggen, namens het gemeentebestuur wens ik alle deelnemers ontzettend veel succes. En de toeschouwers natuurlijk veel plezier op dinsdag. Dank u wel, heer Redder. Dames en heren, voordat we die motor gaan starten. Het bestuur in 1997 is geen vingelracing opgericht. Het bestuur bestaat uit Bertus Kelder, Spalatino, Guigelaar, André Meunen, Evert Noteman en Bert Eckel. Voor de 15e keer alweer de demo. Want het is geen race vandaag, het is een demo. Maar met al hun vrijwilligers en medewerkers hebben ze toch weer gerealiseerd dat we dit hier hebben, mijn namen zijn. En ik denk, dames en heren, dat u een warm applaus krijgt voor de bestuurder van alle medewerkers. En dan zeg ik, Steenbrug, ik denk dat de starter er even achter moet en dan mag jij hem een duty geven. En dan gaan we beginnen met de special klasse, dames en heren. En de lokale klasse gaan aan rol. Ik wil rollen rijden, dat is hun training, hun warming-up. En daarna gaan we verder met de CSV-demo, hier voor de 15e editie. En aan de weg! Goedemorgen.
34, Henk Bakkerman op de 152. 36, 12 meter Roosel. Op die hele snelle vrede als Yamaha een echte weg reed. En dan kijken we naar de 11. Romano Schotten. De volle indicatie. En zo genderen ze hier allemaal af. En dit is ons Bakkerman. En dit is op de Honda. Kijk eens even, de 42. Honda Dogma Replica. Cilinder, helaas Chrysler, maar verder is het identiek aan de Thunder waar u en wij vroeger allemaal over reden. En die rijden straks ook mee in die demo van de 50 kubieke centimeter. Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het
is ook heel blij dat je een knik in het veer.